Na het vuurwerk van afgelopen zaterdag in Eindhoven hoopt PSV deze zaterdag weer voor vuurwerk te zorgen, maar dan in Den Haag. ADO is namelijk de volgende tegenstander voor PSV in de Eredivisie. Een herhaling van vorig seizoen zou mooi zijn. Mede dankzij 3 treffers van Mexicaanse makelij werd het toen 7-0. Het was de grootste zege van PSV dat seizoen. Bal richting Lozano. Ja, richting Lozano. Dat zal toch niet? Dat zal toch niet? Het is onvoorstelbaar. Ze kennen elkaar zo goed van Pachuca. Gutierrez, dan ook zomaar het schieten. Jongen, wat een debuut. Wat een debuut van Eric Guti Gutierrez. Vorig seizoen dus een ruime overwinning. De 3 edities daarvoor kwam PSV niet tot winst. 3 keer moest PSV genoegen nemen met maar 1 punt. De vrije trap is voor Hansen. Ja, Hansen met de hak. Je verzint het niet. Daar is Meijers en daar is Zoet. Het is de rebound 1-1. En nu zit hij wel. En Pereiro 3-3. Wat een kanonskogel zeg. Het wordt zaterdag de 46e ontmoeting tussen beide ploegen in Den Haag. 16 keer eindigt het duel in een gelijkspel. 7 keer won ADO en 22 keer won PSV. En een van de meest spectaculaire wedstrijden werd afgewerkt op 23 november 1986. Daar gaat Van der Gijp. Niet buitenspel. Nee. Daar is hij dan. Of mag Kolo het doen? Nee, Van der Gijp deed het helemaal zelf. 2-0. Koloff. Ja, het is weer raak. En wat is dat dan toch eigenlijk een fantastische opvoering. Daar heb je weer zo'n rush. Wat is hij dan toch ook prachtig bezig. Wie maakt het af? Koeman. Denzel Dumfries is de meest scorende verdediger van de Eredivisie dit seizoen. Zijn doelpunt van afgelopen zaterdag tegen Willem II was alweer zijn 6e van dit seizoen. Geen enkel andere verdediger scoorde vaker dan 3 keer. Goed balletje. Dumfries zelf. En de openingstreffer voor PSV, natuurlijk Denzel Dumfries. Ryan Thomas maakte vorig weekend zijn eerste treffer van het seizoen. En de eerste Eredivisie doelpunt sinds september 2017. Thomas is de 16e PSV'er die scoort dit seizoen. Geen enkel ander team in de Eredivisie heeft meer dan 14 verschillende doelpuntenmakers. Tempo gaat wat omhoog. Gakpo, Ryan Thomas, 2-0. Eindelijk een vlotlopende aanval van PSV na rust. Het is meteen raak. PSV won afgelopen weekend dus met 3-0 van Willem II. En ADO zag haar wedstrijd op zondag worden afgelast. En dus mocht de ploeg van Ellen Pardew midweeks aan de slag. Sparta Rotterdam was de tegenstander. Hoekschop Rigo. En binnengekopt. Awassar met de 1-1. Ik wilde het geval dat Sparta ook een keer scoorde uit een hoekschop en dat hier weer doet. Haroui gaat zelf en beslist deze wedstrijd. Haroui. Zaterdag is de aftrap om 8:15 in Den Haag. Paul van Boekel is de scheidsrechter. En met Luc Koopmans treffen we 1 oude bekende. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier met kijken.